Een goed voorbeeld van een automatische ingreep door een auto. De wagen ziet een ongeluk gebeuren en remt uit zichzelf. Hij heeft 8 camera's waar hij om zich heen kijkt. Hey, er komt een auto van links achter. Hij komt eraan. Als ik nu naar rechts links wil, links, dan zegt hij van dat mag niet. Vincent Everts uit Amsterdam wil niets anders meer. Hij rijdt al jaren op de automatische piloot. Dit is zoveel veiliger, deze auto, dan daarvoor. Als die auto voor mij op de remmen staat, dan heeft deze auto dat al heel snel in de gaten. Zelfs als de auto voor deze auto gaat remmen, dan heeft deze auto dat al in de gaten. Maar al die systemen, dat maakt het rijden wel ingewikkeld. Het is zeker complex. Een moderne auto heeft meer software aan boord dan een straaljager. Lastig voor een bestuurder om alles goed te kunnen begrijpen. En daarom zegt de onderzoeksraad dat een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de autodealer ligt. Die moet zich echt realiseren dat hij een zorgplicht heeft wat ons betreft naar die klant toe. En dus moet uitleggen aan de klant wat er allemaal aan systemen in die auto zit. En dat gebeurt op dit ogenblik gewoon niet. Tesla is nu de meest populaire auto van Nederland. Hè? Die is gewoon nummer 1. En als je ziet, die mensen die komen daar. Hallo, heb je betaald? Ja, hier is de sleutel. Doei. We gaan nu de snelweg af. En hij heeft het niet gedaan. Nee. Want ook bij Vincent doet de auto niet altijd wat hij hoort te doen. Scherp blijven dus is het devies. Want ook een automatisch ongeluk zit in een klein hoekje.